Duisburg bij Doenrade op de Knijkuilerweg. Surveillanten Jan en Frans zitten achter de bestuurder van de Mercedes die richting Duitse grens rijdt. Ja, hij loopt. En alle. Ja, doorgetrokken streep. Dat is genoeg. Invordering, 139. Die gaat dus nu Duitsland in, dus we kunnen nou even niks. Maar gelukkig loopt deze route uiteindelijk weer terug naar onze eigen landsgrens. We moeten nou even wachten tot we in Nederland weer terug zijn. Dit is Duits grondgebied. 3 kilometer zitten we weer in Nederlands gebied. Dan kunnen we wel aan de kant zetten. Kijken of ze erover kunt. Met dat ding. En zo is de Mercedes-rijder alsnog aan de beurt. Goeiedag meneer, mijn naam is Bouwman. Zou ik je rijbewijs heel even mogen zien? Ik heb niet bij hem in Duits liggen. Pardon. Heeft hem thuis liggen? Ja, ik heb alles thuis liggen. Ja? Op andere wagen. Dan heeft u toch een probleem, want ik moet uw rijbewijs nu hebben, meneer. Waarom? We hebben zojuist een snelheidsmeting bij u gedaan. Ja. Komen we uit op een gemiddelde van 139 km per uur. Waar u 80 mag rijden. Dat houdt in dat uw rijbewijs is ingevorderd bij deze. Ja. En toen kwam het roze pasje alsnog boven water. Ja, ben toch bij je. Kijk. Goed zo. Dankjewel. Van wie is die auto? Van mij. Die is van u. Nee, het is Marcel Papstadeerman. Marcel Papstadeerman. Deze informatie wordt natuurlijk even nagetrokken bij de centrale meldkamer en dan komt er een lijk uit de kast. Goed, ter info. Kenteken is geschorst. Niet verzekerd. APK is vervallen. De eigenaarhouder is een... Ja, weet ja goed. Ja. Dus ik denk dat we de auto metnemen. En laten we de auto oppikken. De auto is geschorst, kenteken. Dat meen je niet? Ja, hij is niet meer verzekerd. Dat kan helemaal niet meer. APK is vervallen. Nee. Ja, hij staat niet op jouw naam, dus we hebben hem net nagekeken. En dat komt allemaal naar voren. Goh. Dus... Het is niet één dingetje. Normaal gesproken kijk, dan zeg ik, oké, een applicatje kan ik je... Maar hij is niet verzekerd. Luister, en het kenteken is geschorst in ons systeem. Dus dat kan ik niet veranderen. Goh. Hier staat precies op wat er is gebeurd. Ja, maar ik heb je net gezegd, 139. Daar gaat een correctie vanaf. En die mevrouw die wil je het een en ander uitleggen, als je dat tenminste wil. Ja, goed, daar heb ik geen tijd voor. Nee? Dan weet ik in ieder geval... Oké, dan houden we het op. Ik heb het graag zeg maar. Goed. Allee, dan. Allee, ja. Goed, allee. Groeten. Nadat de bestuurder nog even de internationale groet brengt, wordt de Mercedes van zijn huurbaas afgevoerd tot de zaak haarfijn is uitgeplozen. De kwestie wordt uiteindelijk voorgelegd aan de officier van justitie.